Ja, goedenavond. Welkom allemaal. Mijn naam is Tessa Bouwman. Ik ben communicatiemedewerker in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En vanavond vindt alweer het vijfde online college plaats in onze speciale collegereeks in het kader van het themajaar De Herinnering aan Kamp Westerbork. En binnen het themajaar gaat het om de verschillende betekenissen die in de afgelopen 78 jaar aan Westerbork zijn toegekend en nog steeds worden toegekend. En ja, voor vanavond hebben we het complexe, interessante thema dadenerfgoed op het programma staan. Ja, is er eigenlijk een duidelijke lijn te trekken tussen goed en fout? Hoeveel plek mogen daders innemen in de herinneringscultuur over de Tweede Wereldoorlog? Dat zijn slechts twee vragen die gesteld kunnen worden over dit thema. En ja, om hier verder op in te gaan, hebben we vanavond Rob van der Laarsen uitgenodigd. Rob is hoogleraar, heeft de Werk Westerbork Leerstoel voor Erfgoed van de Oorlog aan de VU in Amsterdam. En is ook hoogleraar, docent aan de Universiteit van Amsterdam. Expert op het gebied van erfgoedstudies, memory studies in Nederland. Voordat ik het woord geef aan Rob, nog even wat huishoudelijke mededelingen. Dit college wordt opgenomen en is na afloop te zien op YouTube voor de mensen die er vanavond niet bij konden zijn. En vragen zijn meer dan welkom vanavond, kunnen gesteld worden via de chat. En ik zal dan tussendoor de chat in de gaten houden en de vragen dan ook doorgeven aan Rob. Vragen zijn ook tussendoor mogelijk. We zullen ongeveer tot 9 uur met z'n allen in deze ruimte zijn. Dat is het denk ik voor nu. Dan geef ik graag het woord aan jou, Rob. Ja, dank je, Tessa. Dadenerfgoed is een thema waar ik eigenlijk realiseerde ik me opeens al vanaf 2006 mee bezig ben. Dat is ongeveer het moment dat, dat Westerbork, de villa van de kampcommandant, het huis van Gemmeke, zeg maar even voor het gemak, wilde aankopen of begon erover na te denken om dat te gaan doen. Een paar jaar later gebeurde dat ook. En dat leverde eigenlijk al heel vroeg in 2009, geloof ik, had ik een publicatie die ook met die titel eindigde met de villa. En de vraag was eigenlijk, ja, wat verstaan we nou precies onder dadenerfgoed? Een jaar daarvoor had ik een AVRO-radio-uitzending, die heette ook Dadenerfgoed. En dat zocht eigenlijk vooral naar sporen van van Duitse, zeg maar Duitse natie-erfgoed in Nederland. Daar hoorde echt alles bij, dat kon gaan om een bunker, de Diogenes bijvoorbeeld bij Arnhem. Maar ook om een schilderij, bijvoorbeeld een groot NSB-schilderij van een belangrijk NSB-schilder, wat bij het Rijksmuseum al die jaren buiten in depot was gehouden. En daarna wel zou worden uitgeleend naar Den Haag. En dat vervolgens om allerlei redenen toch ook weer niet gebeurde. Dus je zag onmiddellijk dat dat dadenerfgoed ontzettend beladen was, ook zoveel jaar na de oorlog. En ik zat op dat moment ook in een toetsingscommissie van het enorme grote overheidsprogramma Erfgoed van de Oorlog. En de bedoeling was eigenlijk om zoveel mogelijk erfgoed in kaart te brengen. En het viel mij en Charlotte van Rappard en anderen die in die commissie zaten eigenlijk op dat al het erfgoed dat we zagen slachtoffererfgoed was. En dat vrijwel niemand het aandurfde om dadenerfgoed te bewaren. En dat was eigenlijk een heel gek gegeven. Het idee was toch nog net als net na de oorlog, van ja, wat moet je met die rommel? Doe het maar weg. Nou, dat vond ik heel intrigerend, alsof er een soort taboeïsering lag op dat erfgoed. Alsof het iets was wat eigenlijk niet gezien mocht worden, of dat men bang was. Dat was ook een argument, hè. Bijvoorbeeld het NSB-erfgoed gold dat met name voor, als je daar te veel zichtbaarheid aan gaf, dat kon toch altijd weer mensen oproepen om neonazies en dergelijke, om te gaan zien hoe dat erbij stond. En soms vond je het ook op de gekste plek. Het bureau van Mussert bijvoorbeeld vond ik in het kabinet van de koningin. Ik kon daar ook nog achter zitten. Dus dat zijn hele wonderlijke dingen die je ziet. En een van de laatste kwesties waar we over te spraken kwamen, dat was toen te spreken kwamen, dat was de villa van de kampcommandant. Nou, dat leverde dus eigenlijk een soort nieuw perspectief op. Er was toen eigenlijk ook in de internationale literatuur nog helemaal geen aandacht voor.
Inmiddels is dat totaal anders. Perpetrator Heritage is een enorm wijdvertakt gebied. Er is zelfs een tijdschrift, Perpetrator Studies. Er is een hele discipline. Wonderlijk genoeg eigenlijk, hoe snel dat is gegaan in 10 jaar tijd. Ruim 10 jaar tijd. Maar het is wel opmerkelijk. En ik moet zeggen, ik ben zelf niet specifieker mee bezig geweest. Ik vind het een interessant verschijnsel. Maar eigenlijk meer in samenhang met alle andere vormen van oorlogserfgoed. En ik denk vooral dat je er ook heel, ja, laten we zeggen, er heel gecontextualiseerd mee om moet gaan. Nou goed, eerst even, wat is de klassieke opvatting van dadererfgoed? Dat is, even kijken hoor, doet hij iets? Nee, ik moet even, dat werkt alleen zo, ja. Dat zijn natuurlijk de Nuremberg-rechtszaken, die vanaf 45, 46 plaatsvonden. Dat is eigenlijk het momentum waarop je kunt zeggen die bestraffing van de daders van de Tweede Wereldoorlog, met name de Duitse nazi-daders, dat is de kern van wat wij onder daderschap verstaan, met name in relatie tot oorlog. En dat heeft een model gezet van vervolging en van een specifiek soort vervolging, dat naar Lauterbach Crimes Against Humanity wordt genoemd. Hè? Dus de echte, een kwaad wat nog groter was dan alles wat daarvoor was beschreven, een nieuw concept. En dat is een idee geweest dat een heel belangrijke rol heeft gespeeld in eigenlijk de meeste publicaties over daderschap na de Tweede Wereldoorlog. Je vindt dat ook in allerlei instanties, ook het NIOD bijvoorbeeld in Nederland, maar ook tot en met Wiesenthal Instituut in Wenen, overal het in kaart brengen, achterhalen, documenteren van daderschap. En dat is heel veel gebruikt voor rechtszaken in allerlei landen, niet alleen in Duitsland zoals we weten, maar ook in Nederland. Ook Jemmeker is uiteindelijk op die manier vervolgd. En het is een model dat je ook wel terugvindt op een andere manier, zij het iets minder strak, in de zuiveringscommissies na de oorlog. Wat weinig mensen weten is dat Nuremberg eigenlijk een heel erg op zichzelf staand verschijnsel is gebleven als tribunaal, als Verenigde Naties tribunaal. En het echte vervolg is eigenlijk pas het Joegoslavië-tribunaal geweest in Den Haag. En dat heeft bestaan vanaf het begin van het uitbreken van de Joegoslavië-oorlog. Dat was ook het eerste echt grote conflict op het Europese grondgebied, het Europese continent. En dat heeft een enorme impact gehad. Het was natuurlijk een totaal andere achtergrond als de Tweede Wereldoorlog. Maar het kreeg wel op de een of andere manier een vergelijkbare lading. En in het tribunaal is geprobeerd om vanaf dag 1 te documenteren, eigenlijk vanuit het idee van dit nooit meer, hè? Dat Auschwitz nooit meer, wat bij de Tweede Wereldoorlog ontstaan was, daar was dit als het ware een trigger. Het zal toch niet waar zijn dat we nu opnieuw in zoiets belanden. Het was na de val van de muur, het was eigenlijk op het moment dat Fukuyama en andere filosofen en politici van de gedachte uitgingen dat de ideologie voorbij was, dat we als het ware het liberalisme had gewonnen, zou je kunnen zeggen. Het communisme zou verdwijnen. Het fascisme was al verdwenen. Dus ja, er lag een soort einde van de geschiedenis in het verschiet. Maar in plaats daarvan opeens zagen we dat het verleden als het ware terugkeerde en oorlog opnieuw plaatsvond. Nou, die indamming daarvan, dat heeft dat tribunaal op een knappe manier gedaan. Dat heeft eigenlijk enorm aantal zaken berecht. Er wordt vaak wat schamper over gedaan, maar die is eigenlijk volstrekt uniek, zoals dat gebeurd is. En ook de snelheid, hoewel er vaak wordt gezegd dat het allemaal zo lang duurde, maar eigenlijk is het een opmerkelijk efficiënt instituut geweest met al die verschillende landen die er vertegenwoordigd waren. En daarbij moet je bedenken dat in 1995, toen in de Joegoslavië-oorlog de genocide van Srebrenica plaatsvond, tegelijkertijd hetzelfde, iets vergelijkbaars plaatsvond in Rwanda. En dat leidde dan ook onmiddellijk tot een Rwanda-tribunaal. Dus er werkt eigenlijk onder dezelfde paraplu twee tribunalen naast elkaar. En vandaag de dag zijn eigenlijk de archieven van beide tribunalen verenigd in Den Haag. Die zitten dus alle twee in dat enorme gebouw, dat voormalig bankgebouw in Den Haag. En dat heet tegenwoordig het mechanisme. Dat mechanisme is dus eigenlijk nu een soort archiefinstelling geworden. Maar wel een heel belangrijk archief. En een mechanisme wat wel, moet ik ook erbij zeggen, voortdurend wordt bedreigd. Er is natuurlijk sprake van ruimtegebrekken in allerlei instanties in Den Haag. Dus het is nog een hele toestand om het te handhaven. Maar oké, dat is een opmerkelijk gegeven.
dit is het gebouw van binnen. Als je, ik weet niet of dat te zien is thuis, maar als je dat, die banier ziet daar in het midden in de ontvangsthal, dan zie je daarboven Nuremberg 1945 en dan onmiddellijk onder De Haag, The Hague 1993. Dus die verbinding wordt ook onmiddellijk gelegd in het gebouw zelf. Inmiddels is het leeg, maar het is nog wel, er zijn nog steeds twee van de drie rechtszalen. En het is eigenlijk een opmerkelijk gebouw. Ik heb het hier wat foto's genomen om te laten zien hoe de anatomie van dat gebouw in elkaar steekt. Het is een paar verdiepingen hoog. Maar wat er eigenlijk gebeurde in al die jaren dat het tribunaal gefunctioneerd heeft, is dat opgespoorde gevangenen met politiewagens het gebouw werden binnengereden via de kelders. Je ziet hier één zo'n kelderdeur linksonder, die staat open. En vanaf daar werden ze langs drie verschillende gangenstelsels door het gebouw geleid. Op die manier dat Bosniërs, Kroaten en Serven elkaar nooit zouden ontmoeten. Dus die rechtszaken die zijn ook onafhankelijk helemaal van elkaar af, hebben zich voltrokken. Om maar te voorkomen dat de strijd zich als het ware niet in het gebouw zelf zou voortzetten. Het is een opmerkelijk iets. Je kunt er nu nog naartoe, het is nog te zien. Het archief is er natuurlijk ook. We zijn daar op een hele andere manier mee bezig met het onder andere het Memorial Centrum in Potokari Srebrenica, dat voor een deel natuurlijk het materiaal wil kopiëren en inzicht wil krijgen. Nou, daar hebben we een heel project rond georganiseerd. Maar het is een enorme inspanning eigenlijk die daar gepleegd is. Ja, dit is natuurlijk waar het om ging. Hè? Het Never Forget, de directe koppeling die toen werd getrokken of gelegd met de Tweede Wereldoorlog. Hier zie je ook het daaronder het enorme... De enorme begraafplaats waar nog steeds nieuwe bijzettingen plaatsvinden. Dat zie je rechtsonder gebeuren. Het is een afgrijzelijke zaak. Linksonder zie je in 95. En dat maakt de relatie met ons land zo precair. Dutchbed, dat voltrok zich allemaal op de Dutchbed compound, zoals we allemaal weten. En ja, dat betekent dat we dus niet alleen een tehuis zijn voor de Verenigde Naties, maar ook tegelijkertijd een eigen relatie hebben met dit. Met dit fenomeen. En dat betekent ook dat we daarmee dus wel een hele ingewikkelde rol hebben. Enerzijds neutraal, maar anderzijds in Bosnische ogen met name toch ook voor een deel medeschuldig. Nou, een derde aspect wat nog interessant is om te benoemen is dat hier natuurlijk het begrip genocide eigenlijk mee belangrijk is geworden. Dat bestond ook al sinds de Tweede Wereldoorlog, maar het is niet opgenomen in de tijd door het in de Nuremberg-processen. Maar het is wel, hè, daar hield men zich vast aan Lauterbach's definitie van crimes of humanity. Maar genocide, wat eigenlijk volkerenmoord betekent en nog scherper is, dat is vanaf het Joegoslavië-tribunaal, ook het Rwanda-tribunaal, zijn dat twee essentiële kernbegrippen geworden die tegenwoordig ook politiek gezien steeds belangrijker worden. En daarmee komen we eigenlijk op een ander verschijnsel, namelijk het gebruik van het verleden. En sommigen zouden zeggen het misbruik van het verleden. Want wat je ziet is dat veel meer landen dan voorheen proberen om verschrikkingen die zich hebben afgespeeld in het verleden, om die als het ware onder de noemer van genocide geplaatst te krijgen. Nou, Lemkin zelf, de uitvinder van dit begrip, die had in de tijd al de Armeense genocide opgemerkt. Direct na de oorlog werd natuurlijk sowieso de Holocaust als een genocide beschouwd. Maar wat je natuurlijk vandaag de dag ziet is dat eigenlijk enorm veel rampen en conflicten worden geschaard onder de noemer van genocide. Ik noem bijvoorbeeld de Holodomor in Oekraïne op dit moment. De hongersnood van die Stalin zou hebben veroorzaakt om het Oekraïnse volk uit te moorden in de jaren, begin jaren 30. En dat is op zichzelf trouwens weer heel historisch gezien nogal een ingewikkelde kwestie, maar dat is wel iets wat politiek een enorm belang heeft en waar dezelfde mechanismes een rol spelen die ook bij de Holocaust een rol spelen, namelijk dat de Oekraïense regering het liefst zou willen, en het eist ook min of meer van andere landen, dat ze die genocide erkennen op dezelfde manier als de Holocaust en dat het ontkennen ervan strafbaar wordt. In sommige landen, zoals Canada, is dat bijvoorbeeld al het geval. Goed, die verbinding van hoe Europa is omgegaan met de Tweede Wereldoorlog, maar vooral ook met het Joegoslavië-tribunaal, heeft in 2012 geleid tot de toekenning van de Nobelprijs aan de EU. Dat is op zichzelf een enigszins merkwaardig verschijnsel, omdat dat toch in het algemeen een prijs was die aan personen werd toegekend.
Maar hier kreeg het, ik kreeg een politieke instelling, de Nobelprijs. En dat laat zien hoe belangrijk dat tribunaal is, maar ook hoe belangrijk het herinneren, het denken en onderzoeken van het daderschap van die Tweede Wereldoorlog is. En dat dus eigenlijk in zijn lange traditie tot op heden, hè, waarbij eigenlijk elk conflict min of meer in dat narratief wordt geschreven. Nou, dat betekent dus ook, hoewel het herinneren over het algemeen door ons wordt beschouwd als iets wat juist verbindt. Ik had het net al over het gebruik en misbruik van het verleden. We zien tegelijkertijd dat in het herinneren ook een ingewikkeld proces plaatsvindt dat je othering zou kunnen noemen. Wie hoort erbij, wie herinnert met ons mee en wie niet. Dat leidde in 2015, het 75-jarige herdenking van de Tweede Wereldoorlog, tot de 70-jarige herdenking, tot de ingewikkelde kwestie van ja, wat doen we met de man die toen verantwoordelijk werd gehouden voor de annexatie van de Krim? Dat is natuurlijk vandaag de dag nog veel complexer. Vladimir Poetin, dit beeld wat we hier zien, dat is een merkwaardig iets, maar die enorme tent, die staat hier, is aangebracht hier boven de poort van Birkenau, Auschwitz-Birkenau. En dat zou je bijna een symbolische poort van Europa kunnen noemen, van het Europees erfgoed. De erkenning van de genocide die daar heeft plaatsgevonden, is in zekere zin het negatieve erfgoed, of de negatieve herinnering, waarop het hele waardestelsel van de Europese Unie gebouwd is. Eén man werd daarbij niet uitgenodigd. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom. Of het de Poolse regering is geweest, of de Amerikanen, of dat het die persoon zelf is geweest. Dat is Vladimir Poetin natuurlijk, die we daar wel zien in beeld. Maar dat is in het Joods Museum in Moskou, waar hij een eigen herinnering hield. En vervolgens ook bij de graven van het Rode Leger. Maar hij was dus niet daar waar alle andere regeringsleiders waren. En ook nog een aantal overlevende staatshoofden. Daar was Poetin dus niet. Dus dat is een merkwaardig verschijnsel dat we hier zien. Het is des te merkwaardiger natuurlijk, omdat het Rode Leger uiteindelijk ook het leger was dat Auschwitz bevrijd heeft in 1945. Daar is toen een oplossing voor gevonden door te zeggen, ja, het was eigenlijk wel het Rode Leger, maar het was uiteindelijk het bevrijdend bataljon, dat waren Oekraïners. Dus je kan je voorstellen dat Oekraïne hier eigenlijk de honneurs waarnam voor Rusland. En dat was weer redelijk pijnlijk, omdat Oekraïners, we kennen natuurlijk het verschijnsel van de Oekraïnse bewakers, niet bepaald bekend stonden als erg actief in het bestrijden van de Jodenvervolging. En dan druk ik me voorzichtig uit. Maar het is niettemin ook waar dat er natuurlijk een Oekraïns bataljon was. Dus historisch gezien is het niet onjuist. Dit laat dus wel zien hoe ongelooflijk beladen en omstreden herdenkingen kunnen zijn wanneer we ze politiek gebruiken, zoals in dit geval. Ja, ik zei het al, users of the past, misusers, abusers. Dat draait in dit verhaal om perpetration en om de dynamiek van de herinnering. Om daderschap dus. En ja, wat je kunt zeggen, er zijn dus verschillende patronen, maar er zijn er meer. Ik noem maar hier een aantal. Wat we net al enigszins zagen, dat was blaming of the past. Hè? Dus dat je als het ware een schuldige aanwijst. Dat is natuurlijk zoals we in rechtszaken omgaan. Dat we het verleden als het ware maken tot een trial. We kennen de taboeïsering van het verleden. Daar zal ik zo op ingaan. De sacralisering, daar gaat het vooral om slachtofferschap. En dat is niet alleen het slachtofferschap van de Holocaust, maar ook heel veel landen, denk aan Polen of Tsjechië, die zichzelf als slachtoffernaties zien, hè, zelfs dubbel slachtoffer van de nazi-onderdrukking en het communisme. Beide dan weer beschouwd als crimes against humanity. Het is bijzonder complex. We hebben ook de nationalisering van het verleden. Dat gebeurt vaak in een vorm van remembering to forget. Dat is eigenlijk al een 19e eeuws proces. Dat je na oorlog in Frankrijk speelde dat een rol in 1870. En is Renan heeft dat concept ook min of meer gemunt, door als het ware te verenigen in herinnering van de gevallenen. Daarmee vergeet je dat een groot deel van het land misschien helemaal niet gezamenlijk heeft gestreden tegen dezelfde vijand.
Dan kennen we de essentialisering van het verleden, waarbij het vooral gaat om het verdelen. Juist het omgekeerde zou je kunnen zeggen. En dan wordt gezocht naar een eeuwige vijand. Dat is in Oost-Europa vaak Rusland. Maar het kan ook een vijand zijn in eigen kring. En uiteindelijk, en dat is wat wij natuurlijk het meest proberen in ons eigen land, is om zoveel mogelijk toch te leren van het verleden, rekenschap geven van het verleden, om even een hele oude term van Johan Huizinga te gebruiken. Dat is de manier waarop we toch proberen om historisch onrecht te begrijpen. En daarmee niet de fouten begaan het nogmaals in dezelfde fouten te trappen. Goed, ik zei het net al, er is een element dat heeft te maken met taboeïsering, maar het heeft ook te maken met aantrekkelijkheid. Daderschap is in onze ogen, kijk maar naar films en boeken, is vaak toch iets heel slechts. Daders worden meestal ook niet erg plezierig afgebeeld. Maar het gek is dat het iedere keer weer opnieuw gebeurt. Je kunt het niet uitbannen. En dat moet iets te maken hebben met het feit dat er toch iets aantrekkelijks is aan daderschap. En niet zozeer aan het zijn van een dader zelf, maar aan het regime dat uiteindelijk dit creëert. Nou, dat heeft iets te maken met een bepaalde blind spot, met een niet, geen oog hebben voor iets. En dat heeft ook veel te maken met onszelf. We zien eigenlijk het daderschap in het verleden nooit echt. We kijken altijd maar naar één aspect, maar we vergeten het andere. Dus, om iets te noemen, dit wat je hier ziet, dat ziet er volstrekt onschuldig uit. Het lijkt heel erg op het soort nostalgische romantiek die we zelf nog altijd heel aardig vinden wanneer we op reis zijn of wanneer we een aanzicht sturen of iets dergelijks. Maar de auteur van deze plaatjes is Adolf Hitler, die, zoals we allemaal wel weten, ooit zijn carrière begon als een soort van beroeps, of een soort van, hoe zal ik het zeggen, amateurschilder die er toch zijn beroep van wilde maken. Maar dat mislukte helaas door de Eerste Wereldoorlog en ook omdat hij afgewezen werd voor de kunstacademie. Maar deze plaatjes schilderde hij nog tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij als soldaat gelegerd was in verschillende plekken. En ja, soms zijn het wel desolate plaatjes en halve ruïnes, maar de meeste zien er heel toeristisch uit. En die heeft hij geschonken in de oorlog, aan zijn, eigenlijk al vanaf de jaren 30, aan zijn hoffotograaf Hofman in München. En die heeft daar een hele verzameling van opgebouwd. Heeft ook honderden, zo niet duizenden foto's van Hitler zelf genomen, die nog heel recent door Erik Somers zijn uitgegeven. Daar kun je echt een fantastisch beeld krijgen van hoe Hitler, als het ware Hitler geworden is. Want zo was hij nog niet in het begin. Maar goed, dit heeft hij zijn hoffotograaf geschonken. Dat is direct na de oorlog in handen gekomen van het Amerikaanse leger. En die hebben het meegenomen naar Washington, waar het nog steeds ligt in deze lades in het Pentagon. In een stikdonkere kelder. Maar er is een Nederlandse fotograaf ooit bijgekomen. Die heeft de lades opengetrokken en de sluiter als het ware open laten staan. En zo werd het opeens een daglichtfoto. En ja, dat is bijna een kunstwerk, zou je kunnen zeggen. En op die manier is het verleden betrapt. Maar dit is, ja, waarom ligt het daar? Dit is eigenlijk iets heel opmerkelijk. Dit is dus bij uitstek dadererfgoed. Maar je zou het niet zeggen. Het is geen erfgoed wat eruit ziet als dadererfgoed. En juist daarin zagen kennelijk de Amerikanen het meest gevaarlijke. Dat zou je kunnen zeggen is de fatal attraction van dit erfgoed. Dat je het kwaad niet ziet. En daarom wordt het letterlijk uit het daglicht gehouden. Nou, deze plaatjes, dat zijn min of meer identieke, dezelfde plaatjes. Hier staat dus ook, die zijn geautoriseerd door een kunsthistoricus in Duitsland, van een heel fout slag, moet ik erbij zeggen, die de echtheid onbetwist heeft gehouden. Dit zijn echte Hitlers. Die brengen heel wat geld op. Maar ik ben er vrijwel van overtuigd dat het vervalsingen zijn. Niettemin worden deze Hitlers toch regelmatig ook door musea opgekocht, bijna nooit tentoongesteld, maar toch wel verzameld. En niet zo heel lang geleden beschikte plotseling ook het NIOD over een aantal vervalste Hitlers. Dus zelfs de beste instellingen trappen erin. Zo kun je er ook mee omgaan. Dit is een performance of the past die heel artistiek is van de Chapman Brothers. Dat tot mijn verbazing, ik geloof in 2010 liep ik in Londen een museum binnen.
En daar stonden ze en daar waren ze en daar schilderden. Of daar was dit opgesteld in de kelders van de White Cube. Boven daar vonden we die wonderlijke schilderijen die ook van de hand van Hitler zouden zijn. Olieverven van Weense families over het algemeen en ook wel uit Linz. Waar alle, die waren gemutileerd door deze kunstenaars. Er is een soort iconoclasme op toegepast. Beneden hadden ze de Hitler, ja, zeg maar even, de nazi-landschappen gevisualiseerd. Op een wonderbaarlijke manier. Die een beetje doet denken aan kinderspel. Maar dan in een hele gruwelijke uitvoering. En tussen al deze letterlijke bergen lijken. Het is een soort, ja, amorf geheel van lage dodelijke lichamen. Die weer tot aarde zijn geworden. Maar er zit één schepper. Dat is een heel klein poppetje, maar ik heb het uitvergroot hier. En we zien daar Hitler staan met zijn schildersspullen. En we zijn als het ware hier beland in een, ja, in een gruwelijke werkelijkheid van een kunstenaar. Nou, dat idee, dat is eigenlijk wel bijzonder. Omdat ook wel in veel onderzoek de laatste jaren Hitlers politiek toch steeds meer als een kunst wordt beschouwd. Er zit een hele rare trek in. Het breekt totaal. Vandaag de dag is dat minder vreemd overigens dan 10 jaar geleden nog. Het soort populisme waar die zich van bediende, dat die massa-hysterie die op wist te wekken, dat heeft heel weinig te maken met formele 19e, vroeg 20e eeuwse politiek. Het is een vorm van kunst. Afgrijzelijke kunst, maar je kan het zo beschouwen. Performance. Ook dit is de moderniteit van het nazisme. Dit is natuurlijk Leni Riefenstahl. Die als geen ander wist de massa in beweging te brengen. Ook letterlijk haar eigen beelden in beweging wist te brengen. Vooral de massa, de nationalisering van de massa. Om het maar even met George Mossy te zeggen. Daar is zij als het ware de letterlijke verbeelder van. Dat heeft ze natuurlijk op een magische manier gedaan. Ik heb hier, ja, helaas kan ik het niet aanzetten. Maar rechtsonder, daar zie je Leni Riefenstahl nog. Zoals ze nog op late leeftijd was, daar wordt ze geïnterviewd in het oorlogsmuseum, het redelijk nieuwe oorlogsmuseum in Gdansk in Polen. Dat overigens vandaag de dag helaas niet meer zo goed was als toen ik het bezocht. Toen was het net geopend. De huidige Poolse regering heeft het gemaakt tot een, die heeft er als het ware een misbruikmuseum van gemaakt. Maar oorspronkelijk was het een heel knap museum van een paar jaar geleden, dat eigenlijk verschillende vertogen naast elkaar probeerde te stellen. Ongelooflijk goed gedocumenteerd, enorm veel materiaal. En dus ook dit interview met Riefenstahl, die daar vertelt hoe zij Hitler voor het eerst zag als jong meisje. Nou, jong meisje. En totaal geobsedeerd werd door hem. En maar aan één ding dacht, hoe kom ik zo dicht mogelijk bij hem en hoe kan ik hem als het ware zo groot mogelijk maken. Dat heeft ze voor elkaar gekregen en gek genoeg is ze er dus ook nooit slechter van geworden, ook na de oorlog niet. Daar zie je dus een vorm van daderschap die aan ons oog ontsnapt. Misschien wel een van de belangrijkste daders als je denkt in termen van succes van het regime. Is eigenlijk gewoon ook na de oorlog als een groot kunstenaar beschouwd. En we weten allemaal dat ze zich in Afrika met pygmeeën en anderen heeft bezighouden. En ook zelfs nog weer door sommigen als een humaniste is beschouwd. Het is vrijwel ondenkbaar, maar het gebeurt. Dit zijn de twee kanten, zou je kunnen zeggen, van die fatal attraction. En wat ermee samenhangt. Dit is, ik zei net al, remembering to forget. Dat is een manier van nationaliseren van de massa, om de mensen tot een land te maken. Maar er is ook een vorm die verder gaat. En dat is wanneer je dus echt, wanneer een, als het ware de aantrekkingskracht bouwt op blaming, op beschuldigen, op identity, de identiteit van het land bouwt, op de othering, de uitsluiting van de ander. Nou, hier zie je dat nog steeds in datzelfde museum heel goed gedaan. Je ziet enerzijds de aantrekkingskracht van het regime met vooral natuurlijk de radio. Dat was toch wel Hitlers voornaamste instrument waarmee hij de massa kon bespelen, die gigantische lange, ik zou bijna zeggen Fidel Castro-lengte toespraken die hij wist te houden. Krijsend bijna door die radio. Goebbels kon er trouwens ook wat van.
Die staat hier ook fantastisch uitgebeeld in de propaganda van het Derde Rijk. En daarnaast natuurlijk die enorme hoeveelheid organisaties die zich allemaal bedienden van Germaanse beeldvorming, jeugd, vitaliteit, al die dingen die vanaf het einde van de 19e eeuw als het ware tot een soort, tot één pakket waren samengevoegd. En dat kwam als een explosie naar buiten in dat nazisme. En ja, op de een of andere manier was dat buitengewoon aantrekkelijk voor een land dat in crisis verkeerde en er weer bovenop wilde komen. Maar het vreemde is dat het er bovenop komen gepaard ging, als het ware, met een eenwording van de natie, maar tegelijkertijd een uitsluiting van een bijna minieme groep in Duitsland, de Joden. En dat is dus wat we hier op een enorme manier gemanifesteerd zien aan de rechterkant. Zelfs al vrij vroeg ook het idee van het gif, zoals je kan bijna zeggen, het is het kenmerk wat je daarboven ziet, Achtung Juden. Dat vind je later op de gifkorrels in Auschwitz. Het is een merkwaardig perfide geheel, de eeuwige Jood, Jood Suus. Die samenhang, dat is helaas het systeem van het nazisme, maar het werkt ook op die manier nog steeds in heel veel vormen van populisme. De aantrekkingskracht, daar gaan we weer, dat is waar we zelf dus betrekkelijk weinig oog voor hebben. Dat is natuurlijk hier bij uitstek deze propaganda van de Volkswagen. Er wordt heel vaak gezegd, nou ja, goed, die Volkswagen, dat moet je niet overdrijven. Die heeft eigenlijk nooit gereden in Duitsland. Dat was toch eigenlijk pas na de oorlog. Dat is niet helemaal waar. Er zijn heel veel Volkswagens gespaard. Het punt was namelijk, een Volkswagen kocht je niet. Die moest je sparen. De arbeiders kregen mogelijkheid om zegeltjes te werven. En ja, dat duurde natuurlijk een aantal jaren en door de oorlog is dat proces uitgesteld. Maar er waren heel veel Duitsers, zo niet bijna alle Duitsers die zegeltjes hadden en allemaal bezig waren om dit ideaal gezin te worden. Wat in de Volkswagen als het ware het hele land over de autobanen, die er tenslotte ook allemaal waren aangelegd, dwars door het Derde Rijk reden. Om, ja, laten we zeggen, de natuur, het land te consumeren. Het is bijna... Het is als het ware een nationalisering van de natuur, van de Duitse natuur. En dat moet je letterlijk nemen. Het idee was namelijk ook, alle bomen die je hier ziet staan, zijn van een bepaald soort. Alle exoten zijn eruit. De Duitse eik, de spar, het hele landschap is als het ware verduitst, germaniseerd. En het idee was dat terwijl de natuur werd gepolitiseerd, tegelijkertijd ook het nazisme zelf zich voordeed als natuurlijk. Het idee van dit is eigenlijk wat bij die Duitser hoort. Dat is dat bloed en bodem. Nou, dat zien we hier. We zien hier die Volkswagen overigens ook linksonder als een tekening op een bierveldje, waarvan wordt gezegd dat Hitler het zelf heeft getekend. Nou, ik kan me haast niet voorstellen, want het is wel heel slecht getekend. Maar niettemin heeft Hitler wel aan de oorsprong van het ontwerp gestaan, dat vervolgens door Porsche is uitgevoerd en uitgedacht. En we zien hem daar rechts in Wolfsbüttel in de fabriek. De Volkswagenfabriek die nog steeds bestaat. Waar hij zelf een hele loge tot zijn beschikking had en regelmatig zat om te kijken hoe de fabriek vorderde en de productie liep. Daar zien we hem ook de eerste ontwerpen koesteren. Nou, ik moet erbij zeggen, Hitler was niet totaal uniek in dit opzicht. Want hij volgde eigenlijk een voorbeeld van Mussolini, die al iets eerder hetzelfde had gedaan met de Fiat. Zei dat Hitler zich meer bemoeide met het proces zelf en Mussolini het meer overliet aan de familie. Dat modernisme, dat speelt zich niet alleen af in elementen als snelheid en nationalisering, landschap, maar dat zit hem ook in het plannen. En hier zien we een tentoonstelling in Berlijn die eigenlijk gaat over het nieuw geannexeerde Polen. Die Oostplanung, de Oostkolonisation wordt het ook wel genoemd. En we zien hier een aantal hoogleraren, planologen, medievisten, er zit van alles door elkaar, die als het ware een tentoonstelling georganiseerd hebben in Berlijn om aan te geven hoe het nieuwe Duitsland daar zou moeten uitzien. Heimisch Reich. Wat voor type mensen daar moeten wonen. Eigenlijk is het een soort saxonisering van Polen. En dat gebeurt met heel veel kennis over hoe het middeleeuws Duitse landschap is gegroeid. En als het idee is eigenlijk,
dat in een x aantal jaren zo snel mogelijk ook gewoon geëxporteerd kan worden naar Polen, waardoor in korte tijd het hele Poolse landschap onzichtbaar zou worden, zodat niemand ooit nog meer zou denken dat het ooit niet Duits is geweest. Nou, dat is het model. En je ziet hier ook die Duitse herenboerderijen die daar ook al met z'n allen worden bekeken. Die overigens weer geschonken werden aan leiders van SS zonder commando's. Dus dit heel slim in elkaar. Die hadden dan gelijk een legertje daar. Wij kennen onze eigen Nederlander Menten, hè, die zoiets tot in zijn bezit kreeg. En dat weer gebruikte voor allerlei rooftochten en moordpartijen. Dus het is een buitengewoon naar geestig verschijnsel, maar zo wordt het niet gebracht. Overigens heeft de NSB in Nederland vergelijkbare tentoonstellingen georganiseerd naar dit voorbeeld. Want hier werd gesproken over de Westkolonisation. Dit is wat er in werkelijkheid uit voortkwam. De Oostsiedlung, de Germanisering van Polen. Je ziet ook diezelfde Himmler daar nog een keer onder. Die mensen, vaak afkomstig uit de Baltische gebieden, vooral uit Rusland. Die werden toegelaten tot Polen, tot bezet Polen. En ja, zo'n boerderij, als je daar beneden ziet, rechtsonder, die stond op het punt van verdwijnen. Dat werd dus allemaal vervangen door nieuwe Duitse heimbouw. Heimatarchitectuur. Tegelijkertijd is dit het beeld, we hebben het over daderschap, wat we natuurlijk kennen. Enerzijds, omdat dat plaatje rechts kom ik zo nog een keer op terug. Dit is wat er in werkelijkheid gebeurt. Linksboven zien we Babij Jar in Oekraïne. Een vreselijke ravijn des doods, waar natuurlijk de Joden uit Kiev werden vermoord. Maar we zien hier, het gaat meer even over het plaatje in het midden, een dagboek, gewoon een dagboekvelletje van een Duits politieman die deel uitmaakte van een zondercommando. En ja, nu gaat het even om hoe paradijselijk is dat beeld wat we daar zien. Dit zijn Babij Jar-achtige foto's van massamoorden waar deze dader onder heeft geschreven het paradijs. Het is, hij heeft een vreugdje, hij heeft het erg naar zijn zin gehad op zijn strooptochten en moordpartijen. En hij was niet de enige. Er wordt vaak gezegd dat het daderschap niet iets is waartoe mensen werden genoemd, werden gedwongen. Hè, in alle rechtszaken, bijna allemaal, is de standaard zin van alle SS'ers, bevel is bevel, we konden niet anders. Maar de feiten spreken toch echt anders. Ik zei net al planologen, een van de architecten die daarbij een rol speelde, een landschaparchitect, was Wilhelm Hubotter. Voor de oorlog, ver voor de oorlog, lid van de Wandervogelbeweging, die dit soort dingen ook altijd nog wel weer een rol speelde. Natuurbeweging, waar overigens nog niet helemaal duidelijk was welke leden naar links en welke naar rechts gingen. Maar er zit een soort natuurliefde natuurlijk in het nazisme. Hubotter is verantwoordelijk voor wat we rechts zien. Het allereerste Duitse nationaal-socialistische herdenkingsmonument uit 1934 bij Verden, niet al te ver van Bergen-Belsen. En van Hannover. En wat was dat voor een monument? Dat was een monument met een enorm aantal zwerfstenen. Die later voor Duitse herdenkings. Bijna alle Duitse herdenkingsplekken zouden komen te bestaan uit zwerfstenen. Die werden geassocieerd met het noorden. Met de Vikingen. Dat is ook weer een element in dat nazisme. En hier staat elke zwerfsteen voor een slachtoffer van de slag tegen Karel de Grote in de 9e eeuw. Dat is bijzonder lang geleden. Maar het idee was dat die volkerenslag, dat die als het ware werd gestreden om Duitsland te beschermen tegen Francoïsering, Frankrijk, de erfvijand, en ook tegen het christendom. Dit is 34, is het nazisme, heeft nog geen concordaat met de paus en met de Lutherse kerk. Het is dan nog atheïstisch. En hier zit dus een gekke manier van van omgang met de natuur, die buitengewoon bijzonder gaat worden. Je zou zeggen, zoiets absurds kan niet lang blijven bestaan. Maar het bestaat nog steeds en het is zeer geliefd in Duitsland. Men loopt deze tocht nog altijd. Tegenwoordig zijn het padvinders, zonder te weten waar ze lopen. Het is absurd, maar het bestaat nog. En neonazieclubjes brengen nog steeds boekjes uit, zoals hier bij Derde. Hè? De natuurdenkmaal. Voor 4500 door Karel de Grote gedode Saksen. Nou,
Dat is een wonderlijk verschijnsel. Het wordt nog gekker. Ik zei net al, het lag dicht bij Bergen-Belsen. Daar vond de bevrijding plaats in 1945. Die, zoals we allemaal weten, dit soort afgrijzelijke beelden opleverde. Slachtoffers vooral van tyfus en van hongersdood in het kamp. Nadat de dodenmarsen net voor de bevrijding van Auschwitz. Zoals we allemaal weten, joegen de Duitsers bijna alle overlevenden nog richting het westen. En alles wat belandde in kampen als Bergen-Belsen, wat een van de grootste opvangplekken was. Daarvan zijn velen de dood gestorven, waaronder, als we weten, ook Anne Frank en haar zuster Margot. En ja, toen de Engelsen hier kwamen, wisten ze niet wat ze meemaakten. Die kwamen in een kamp waarvan ze als de dood waren, dat het tot epidemieën zou leiden. En hebben eigenlijk de Duitse bewakers verplicht om zelf de doden op te ruimen. Ik weet niet hoe je het anders moet noemen. Het is een afgrijzelijk iets. En dit soort massagraven zijn er, zoals we weten, nog steeds. Maar hoe is dat gegaan? Toen dit had plaatsgevonden, was het voornaamste, toen zag het eruit zoals het plaatje links. Een grote modderpoel. En ja, wie was nou de meest geschikte figuur om van deze plek een herdenkingsmonument te maken? Er was er eigenlijk maar één die over alle kennis beschikte. En dat was Hubotter, die ook tegelijkertijd onmiddellijk tot hoogleraar werd gemaakt aan de Universiteit van Hannover, waar hij nog ergens tot in de jaren 70 heel prestigieus zetelde. Dezelfde Hubotter dus die het eerste nazi-herdenkingsmonument had gemaakt, die een belangrijkste rol speelde bij de verlandschappelijking in het oosten. Die kwam dus ook, was ook degene die tot zijn grote genoegen en plezier de ontwerpen mocht tekenen voor Bergen-Belsen. Nou, Bergen-Belsen, zoals waarschijnlijk sommigen van jullie ook wel weten, was natuurlijk tegelijkertijd ook nog het Displaced Persons Camp voor de overlevende Joden op dat moment. Die tot stomme verbijstering erachter kwamen wie daar liep en wie dat was. En uiteindelijk hebben geprotesteerd. En dat heeft er wel toe geleid dat Hubotter zelf het plezier van de opening van het kamp niet mocht meemaken. Hij had het over sublieme beelden waar hij aan gewerkt had. Nou, dat ging dus niet door. Maar ik moet eerlijk zeggen, als het kamp eruit kwam te zien, verschilt het zoals jullie kunnen zien. Het is hierboven, rechtsboven, zien we de gedenkstad Belsen, zoals die getekend is al, geschetst is door Wilm Hubotter in schetsontwerp. Onder zien we eigenlijk het deel van zoals het eruit kwam te zien. Overigens rechts, op de foto onder, aan de rechterkant, daar zien we dus een taluut van een massagraf. Het is wonderbaarlijk. Het is allemaal al bedacht door Hubotter, die hiermee eigenlijk vooral een enorm ontzag wilde oproepen. Ja, wat mij hier verbaast, maar dat verbaast me tot op de dag van vandaag, is hoe het mogelijk is geweest dat dit soort mensen eigenlijk zo gemakkelijk totaal een geheugen hebben weten uit te wissen. Het is verbazingwekkend en je komt het eigenlijk overal tegen. Heel veel Duitse hoogleraren, rechters, nou ja, et cetera. Het is een wonderbaarlijk verschijnsel. Dit is een manier waarop een hele andere generatie daarna, zoals we weten, eigenlijk pas in Duitsland na het lange doodzwijgen, is pas ergens in de jaren 60 de vraag gesteld van, ja, papi, hè, wat deed jij in de oorlog? En daarna begon het gedonder, zou je kunnen zeggen. Toen kwam de Duitse vergangenheidsbeweldiging met een enorme klap als het ware terug. Overigens totaal anders dan in Oostenrijk, waar dat nog steeds moet plaatsvinden. Maar in Duitsland heeft het plaatsgevonden op een enorme manier. En daar heeft het weer geleid tot interventies, zou je kunnen zeggen, in het verleden. Hier is gekozen in München, in wat tegenwoordig het Derde Rijk documentatiecentrum is. Maar daar is als het ware met Derde Rijks, met heimatarchitectuur afgerekend door er een soort schicht dwars doorheen te steken. Dus het is tegelijkertijd de ruïne is blijven bestaan en tegelijkertijd is er een element aan toegevoegd om te laten zien dat het er is. Het verleden is niet weg, maar het is radicaal van karakter veranderd. Dat is in zekere zin vergelijkbaar, en daar kan ik dit onderdeel dan weer mee, de taboeïsering mee afsluiten, met hoe uiteindelijk zelfs met Hitlers smaak en met Hitlers denken is afgerekend. Een paar jaar geleden nog maar is Mein Kampf in Duitsland voor het eerst toegelaten. Het is natuurlijk lange tijd verboden geweest, overigens in Nederland ook. In Duitsland heeft men, gek genoeg, ik had het eigenlijk zelf nooit verwacht, op een bepaald moment gekozen voor een wetenschappelijke editie.
die er eigenlijk vooral op neerkomt dat het boek 3 keer zo dik is geworden en absurd geannoteerd. Maar het is niet mogelijk om ook maar een pagina te lezen en in de leugen te geloven, want bij elke zin staat ongeveer wel een correctie. Dat is een enorme opgave geweest, die overigens ook navolging heeft gevonden in Nederland. We hebben hier ook verschillende edities, één van Wilhelm Melching onder andere, die ook op die manier het, als het ware, het meest giftige erfgoed, het meest giftige data-erfgoed van de Tweede Wereldoorlog hebben geprobeerd te neutraliseren. Dat is eigenlijk heel goed, omdat het laat zien dat je met dat data-erfgoed kunt omgaan zonder angst voor neonazies, voor taboes. Probeer als het ware letterlijk het contact ermee aan te gaan. Nou, dat gebeurt hier. Het kwaad wordt in de ogen gekeken. Goed, dan wil ik eigenlijk vervolgen met een volgende kwestie. Dat heeft natuurlijk veel meer te maken met waar je het mee te maken hebt op Westerbork, maar ook op heel veel andere plekken in Europa. Hoe musealiseer je nu dat daderschap? Dat is natuurlijk een heel ingewikkelde kwestie. Vooral een zaak die ontzettend veel debat oproept. En dat heeft weer alles te maken met waar doe je dat en hoe doe je dat. Dit is de manier waarop het na de oorlog gebeurde. Dit is eigenlijk de Sovjetzone. Hier zie je de schoenen van Majdanek. Majdanek is het kamp natuurlijk in Polen, bij Lublin. Waar enorme aantallen schoenen zijn gevonden. Die al in 1944, toen het kamp werd bevrijd door het Rode Leger, die onmiddellijk de vraag opriepen, wat in godsnaam is hier gebeurd en hoeveel slachtoffers zijn hier wel niet gemaakt? De eerste films na de oorlog, zowel van Russische kant als geallieerde kant, westers geallieerde kant, die draaiden om dat idee van dodenfabriek, hè, dead factories. Het idee dat die nazistische kampen op een gigantische manier, als het ware, alles geïndustrialiseerd hebben. En vanuit communistisch perspectief ook zelf een uitvloeisel waren van het kapitalisme. Het kapitalisme zou je kunnen zeggen in zijn meest extreme gedaante. Nou, de uitvloeisels daarvan, die vind je nog steeds. Dit is Majdanek vandaag de dag. Als je kijkt hoe het gemusealiseerd is, dan zie je hier nog steeds diezelfde schoenen. Maar nu op een veel artistiekere manier, als het ware, in een barak geplaatst. Maar het is nog steeds, het model is nog steeds als het ware de massa, de massaliteit van de volkerenmoord hier heeft plaatsgevonden. Overigens op een vergelijkbare manier als je dat ook in Auschwitz, in stamlager vindt. Hè. De eerste barakken die voor tentoonstellingen in de jaren 50 zijn geopend, die bedienden zich ook van dit soort beelden van mensenhaar, ook schoenen, brillen, alles wat er maar werd gebruikt door de nazi's, opgeslagen in pakhuizen, die overigens ook in Lublin stonden. En eigenlijk dat is natuurlijk ook het hele verhaal. De schoenen die je hier ziet zijn niet alleen afkomstig uit Majdanek, maar zijn afkomstig eigenlijk uit alle kampen in Polen. Het is een veel groter Action Reinhardt kampen zijn het feitelijk geweest, die hier een opslagplaatsen hadden. Dat is één facet. Er zijn ook andere kampen die lange tijd wat minder aandacht hebben gekregen, die net zo gruwelijk waren. Dit is Joegoslavië. Dit is Jasenovac. En dat is een afgrijzelijke plek geweest waar geen gaskamers waren, ook geen pistool werd gebruikt, maar hier werden mensen met messen om het leven gebracht. En vreemd genoeg door bewakers die lid waren van de katholieke kerk. Priesters. Vooral Kroaten. Het is de Ustasja-staat geweest die deze kamp in bezit had. En die daarmee vooral afrekenen met Serven, maar ook met Joden en Zigeuners. En dat, moet ik erbij zeggen, verklaart nog steeds enigszins de sympathie die in Israël bestaat, ook in de jaren 90, voor de Serviërs. Zo heeft het kamp zich ontwikkeld. In Tito's tijd is dit op zichzelf indrukwekkende lotusbloembeeld gebouwd. Tito wilde eigenlijk af van die verschrikkingen die ik net liet zien. Deze plaatjes zijn in Tito's periode nooit getoond. Die werden pas getoond in 1986 voor het eerst na het overlijden van Tito. Toen vooral de Serven deze plaatjes en films en documentaires gingen tonen. Om te laten zien hoe verschrikkelijk het verleden was geweest. Dat was totaal tegen het idee geweest van het Titoïsme. Dat eigenlijk vooral probeerde het verleden te vergeten. Daar hebben we het weer. Dat was dus eigenlijk weer vooral remembering to forget. De natie te maken die uit die verschillende etniciteiten bestond die elkaar in de Tweede Wereldoorlog
in een broederoorlog, in een burgeroorlog hadden bestreden, om die als het ware tot eenheid te brengen, wilde hij zoveel mogelijk dat verleden vergeet. Wel over het nazisme praten, maar niet over wat er onderling was aangedaan. En dit soort plekken werden als het ware allemaal voorzien van een symbolisch monument, maar niets werd er teruggebracht van hoe het geweest was of getoond van verschrikkingen. Doet enigszins denken, overigens moet ik erbij zeggen, aan hoe dat ook wel in West-Europa ging. Rob, ik ga heel even tussendoor kort inbreken. We hebben nog 10 minuten totdat het 9 uur is. Even voor jou, voor hetgene wat je nog kwijt wil. dat het een mooie nou, we zijn al heel ver hoor. Ja. We zitten al een heel verhaal in. Ik denk dat ik even nog de musealisering afloop. Dat lijkt me goed. En dan eindigen we ook bij Westerbork. En ik denk dat dat een mooi moment is om even te kijken wat we hierover kunnen zeggen. Even, misschien zijn er nog wat vragen die we. Want hoe pak je dit nu aan? Nou, dit is er gebeurd eigenlijk nadat die Joegoslavië-orken. Er wordt gezegd van die beelden die ik net liet zien, die verschrikkelijke beelden. Daarvan is laten we zeggen later, door historici beweerd, dat dit waarschijnlijk een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het begin, in het uitbreken van de Joegoslavië-oorlog. Omdat met name de Servische bevolking werd hysterisch toen ze die beelden zagen. Die zeiden wat ons is aangedaan, dat hebben we nooit geweten, dat is altijd verzwegen. En die vroeg om wraak. En toen Kroatië als het ware uit de Joegoslavische eenheidsstaat wilde stappen, toen was dat voor Servië een teken. En vooral nadat Duitsland als eerste land in Europa het ook nog erkende, toen zagen de Serven daarin als het ware opnieuw een Ustasja-staat ontstaan. En dat was het allereerste begin van de 1990 van de Joegoslavië-oorlog. En later liep dat, zoals we weten, totaal uit de hand. Nou, heel veel later, een van de eerste plekken waar de strijd plaatsvond was de Krajina. Dat is precies de plek waar Jasenovac lag. Daar is het museum geplunderd, het documentatiecentrum geplunderd, alles eigenlijk. Dat is verserfd, dat is in handen gekomen van de Serviërs. En veel later, in operatie Storm, hebben de Kroaten dat weer terugveroverd in wat zij noemden, overigens net als in de jaren 40, de Homeland War. De war die bedoeld was om de eigen staat te stichten. En in 2008 uiteindelijk is het museum weer opnieuw geopend. Maar toen, vanuit een veel, laten we zeggen, veel, veel doordachter principe, eigenlijk als een museum dat niet wilde blamen, niet de haat wilde tonen, maar vooral, zoals dat ook in West-Europa ging, vooral de slachtoffers in de ogen wilde kijken. En ja, dat was een fantastisch plan en een heel mooi. Je ziet hier ook alle namen, de namen van alle slachtoffers genoemd. Er zijn er inmiddels meer dan 80.000 geïdentificeerd. Maar het probleem is dat er volgens de Serven er 800.000 slachtoffers zijn. Dus 10 maal zoveel als er waarschijnlijk in werkelijkheid waren. En daar lag dus alweer gelijk een bron voor conflict. En een tweede aspect is dat juist voor de Kroaten niemand in dit museum was geïnteresseerd in deze herinneringsplaats, omdat Kroaten geen zin hadden om naar slachtoffers te gaan als niet alleen Joden, maar ook Serven. Nou, daar zaten ze niet op te wachten. En dat betekent dus dat het museum, het is een van onze partners in allerlei onderzoeksprojecten, eigenlijk de grote uitdaging voor deze plek is, hoe ga je om met een plaats waar zoveel conflict heeft plaatsgevonden, waar als het ware de toe-eigening. Je zou kunnen zeggen, de herinneringsplek bevindt zich in het verkeerde land. Hoewel ik persoonlijk eigenlijk vind dat het juist in het goede land staat, want dit is natuurlijk de uitdaging. Hoe kun je zover komen dat je een museum dat letterlijk op de grens van Europa ligt, het ligt aan de rivier Sava, daar houdt Europa op. Daarachter begint Bosnië en Servië, letterlijk de Republika Srpska. Nou, hoe kun je daar op de een of andere manier eenheid maken? Hier zien we het nog eens een keer verbeeld. Links zien we Jasenovac, dat is dus Europa, Kroatië. Rechts zien we eenzelfde onderdeel van Jasenovac, maar dat ligt aan de andere kant van de rivier Sava. Daar zien we dus hele andere aantallen. 700.000 wordt daar genoemd. Er zijn al een 100.000 gezakt. En daar komen dus alle slachtoffers nog eens een keer heel bewust. Die borden die kun je dus als het ware bijna aan de overkant van de rivier zien. Je ziet dat ook door dat plaatje heen. Zie je de andere kant van het kamp over de rivier Sava. Daar zie je dus twee totaal verschillende narratieven voor precies hetzelfde. Nou, dat vind ik
Een opmerkelijk gegeven. Wij hebben als eerste geprobeerd een jaar of 10 geleden om de directeuren van beide herinneringscentra bij elkaar te brengen. Dat hebben we overigens wel in Parijs moeten doen, want het kon absoluut niet in een van beide landen. Ze waren te dood dat iemand ervan op de hoogte zou worden gebracht. Nu wordt er inmiddels ook in het geheim samengewerkt met Belgrado, maar niet in de openbaarheid. En met name de huidige politiek in Republika Srpska is verschrikkelijk. Die willen eigenlijk ook weer het etnische leger terugbrengen en de strijd hervatten. Dus je kunt je voorstellen dat dit een plek is. Als de oorlog weer uitbreekt, dan zal het weer dus opnieuw hier plaatsvinden. Dit is iets verder in het Servisch deel van het voormalig Joegoslavië. Daar vind je nog steeds een museum. Dit is een tentoonstelling zoals die ooit bestaan heeft in Jasenovac ook. Daar zie je een aantal dingen die heel opmerkelijk zijn, ook te maken hebben met het misbruik van het verleden. Daar kom je namelijk de relatie ook met Bosnië tegen. We zien hier precies in het midden Adolf Hitler met Sheikh Husseini. Husseini is de leider van de Palestijnen geweest in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor. Die door de Engelsen het land uit werd gestuurd in de oorlog. En in ballingschap ging in Berlijn. Daar raakte hij bevriend met Hitler en Himmler. En die wisten hem zover te krijgen om als het ware vanuit het Midden-Oosten de Bosnische commando's te gaan ondersteunen. Die vochten tegen de Joden en tegen de Serviërs. Nou, dit zou je kunnen zeggen is een historisch gegeven, naar genoeg. Maar dat leidt een eigen leven. En zo zien we hoe het verleden constant wordt herbruikt en gebruikt en misbruikt. Want dit zijn plaatjes die je dus regelmatig op het internet kunt vinden. Hier is het Netanyahu die daar weer op terugkeert. Die constant worden gebruikt tegen de Palestijnen. En eigenlijk worden gebruikt om Palestijnen als het ware te zien als naties. En dat geeft Israël uiteraard weer het recht om te doen wat ze doen. En hier zien we hoe dat ook in Amerika een rol speelt. Dit zijn weer plaatjes uit Amerika. Daar kom je dus weer, ook in publicaties, voortdurend datzelfde beeld tegen, diezelfde plaatjes. Er zijn er nog veel meer uiteraard. Die constante verbinding die met het verleden wordt gelegd. Nou, er zijn ook heel veel studies te vinden over het antisemitisme in het Midden-Oosten. Maar het heeft dus allemaal een bepaalde politieke context die het heel lastig maakt. Dat is één aspect. Een ander aspect is wat we vandaag de dag, is nu natuurlijk nog steeds heel relevant, na februari 24 februari vorig jaar, de massieve Russische inval in Oekraïne. Dat is een buitengewoon lastig iets. We kunnen niet anders. Ik heb ook 2 weken geleden nog met een grote Oekraïnse delegatie het land doorgereisd. Maar toch is er een heel lastig gegeven. Dat is dat in Oekraïne de grote nationale held, en je kunt zijn afbeeldingen op elke postzegel, in elk voetbalstadion, op elk standbeeld vinden. Wat vroeger Lenin was, is nu Bandera. Maar Bandera is natuurlijk wel de leider van de Jodenmoord en van de Polenmoord geweest in Oekraïne in de Tweede Wereldoorlog. En dat is weer hetzelfde verschijnsel, remembering to forget. De Oekraïners weten het niet. Het is een voor hen onbekend verschijnsel. En ze omarmen als het ware de bevrijdingsstrijd, net zoals dat in Kroatië is gebeurd van de jaren 40. Het enige moment waarop de staat als het ware bestaan heeft, voordat het weer ingelijfd werd in de Sovjet-Unie, als hun begin van de natie. En ja, daar hoort dit foute verleden helaas bij. Nou goed, dit is nu ga ik even rond ik af. Dit is, hoe gaan we ermee om op andere manieren? Dit is een groot probleem geweest in Duitsland na de eenwording in 1989, de val van de muur. Toen kwam het Oost-Duitse Buchenwald, het nazi-kamp, in handen van de staat als geheel. En hoe ging je daarmee om? Het had een musealisering. Je ziet dat grote monument links. Dat was het Sovjet-monument van Buchenwald. Wij kennen natuurlijk Jedem das Seine, die nare nazileus. En ja, wat er gebeurde was dat daar Joodse en communistische slachtoffers van het kamp en familieleden, die bezochten het kamp. Maar tegelijkertijd kwamen er uit West-Duitsland met name heel veel mensen die zich verbonden voelden met Wehrmacht en SS-mensen die daar opgesloten hadden gezeten na de oorlog door de Russen in dat kamp. En zoals u weet, ook voor Westerbork geldt dat, waar NSB'ers werden opgesloten in het kamp. Dat was dus ook daar gebeurd. Daar waren mensen niet zozeer vermoord, maar wel in West-Duitse ogen. Die waren slachtoffers. Ja, die werden toch, zoals Westerbork ook veel mensen heeft gehad, die natuurlijk overleden zijn na de oorlog in het NSB-kamp. Die zijn hier symbolisch uiteindelijk herdacht met deze stalen buizen
in het bos, het omringende bos, waar ze zijn begraven. En ja, dat leidt dus eigenlijk tot een soort wonderlijke herinneringscultuur. Twee herinneringsculturen op één plek. En het huidige herinneringscentrum doet erg veel moeite om te voorkomen dat die herinneringsgroepen elkaar als het ware zien. Maar ze zijn er wel. Dus je kunt je voorstellen, na verloop van tijd zal het toch steeds meer naar elkaar toe gaan groeien. Dit verschijnsel zien we nu ook in Oost-Europa. Dit is in de Baltische Staten, Riga, het Occupation Museum, het bezettingsmuseum, waar de nazi-bezetting wordt verbonden met de Sovjet-bezetting. Eigenlijk, als het aan die landen zelf ligt, zou het alleen maar over de Sovjet-bezetting gaan. Maar omdat ze ook tegelijkertijd willen Europeaniseren, is er dus ook een deel ingeruimd voor de nazi-bezetting. Je kunt je voorstellen hoe gespannen en ingewikkeld dat is. Je vindt ook bijna geen bezoekers bij de nazi-bezetting. Ze zitten uiteindelijk allemaal bij de Sovjet-bezetting. Heel interessant om daar museologisch onderzoek te doen. Maar je ziet natuurlijk wel steeds meer westerse bezoekers ook die daar weer doorheen lopen. Nou, hier ga ik even aan voorbij. Dit zijn onze manieren natuurlijk hoe de sacraliteit als het ware van de Holocaust in Israël en Washington wordt getoond. Ook daar zit een toe-eigening aan vast. Het Yad Vashem bijvoorbeeld, als je goed let op de architectuur, dan zie je dat je hier aan de ene kant van de grote as zie je als het ware het Europa van de pogroms, waar het Joodse volk uit ontsnapt is. Daar zien we nog het treinstel. Aan de andere kant kijk je op het Bijbels Israël, maar het Bijbels Israël is natuurlijk wel het Palestijns Israël. Dat is een lastig gegeven. Daar wordt ook heel veel herdacht. Ik eindig nu met, en dat is de link naar Westerbork, met hoe we met dat lastige dadererfgoed omgaan, wat vaak nog op kampen te vinden is, wat altijd is vergeten en juist daardoor vaak nog aanwezig. Dit is Plaszów. We kennen allemaal Auschwitz en iedereen die naar Krakow gaat, die verbindt dat vaak met een reis naar Auschwitz. Je zou bijna zeggen, Auschwitz is het kamp van Krakow. Krakow is die prachtige stad die vrijwel ongeschonden is gebleven, juist omdat het hoofdkwartier was in de oorlog van Frank, van de Duitse nazi's. Maar wat er niet bij wordt verteld, is dat Krakow een eigen kamp heeft. Het kamp van Schindler. Waar Schindlers List, daar kun je het in vinden. Dat kamp bestaat gewoon. Daar komt geen toerist, daar komt niemand. Dat is een kamp wat alleen door een aantal mensen van de universiteit, waar ik vaak mee meega, in ere wordt gehouden. Die plaatsen er bordjes bij, die doen wat archeologisch onderzoek. En tot onze verbijstering was daar dus ook nog gewoon de kampcommandantswoning van niemand minder dan Arnon Gert te vinden. Dit is die verschrikkelijke Gert. Dit is ook een beeld dat we kennen van Schindlers List. Die vanaf, overigens niet vanaf zijn villa zoals het in de film lijkt, maar wel net daarnaast, schiet op kampgevangenen. Zoals je eigenlijk ook schiet op herten en konijnen. Dat is dus een gek gegeven. Nog vreemder is eigenlijk dat een paar jaar geleden de villa gewoon is verkocht aan een Poolse familie die daar nou heerlijk zit op dat terras. Die heeft de villa opgeknapt. Links nog even daarboven, of rechtsboven, zie je nog even een van onze studenten die hier nog een praatje houdt. Helemaal vanuit het idee dat dit bij het kamp moet gaan horen. Maar ja, dat is alweer een jaar of 8 geleden. Een paar jaar later bleek het een prachtig gerestaureerde woning te zijn geworden. Waarvan Polen eigenlijk geen enkel kwaad zien. Dat het op die manier gewoon geparticulariseerd erfgoed is geworden. Nou, in Westerbork is eigenlijk een beetje hetzelfde aan de hand geweest. Daar is het kamp verdwenen. Overigens net als in Bergen-Belsen, ook net als in Plaszów. Het kamp was natuurlijk eigenlijk niet het nazi-kamp toen het verdween. Het was het Molukkenkamp, het woonoord Schattenberg. In prachtige kleuren. Daar speelde het probleem dat er geen barak meer over was toen het kamp was, rond 1970 was gesloopt. Nou ja, zoals we weten heeft Dirk Mulder in der tijd nog geprobeerd barakken terug te vinden. Dat is een ingewikkelde kwestie geworden, maar net voordat er één zo'n barak, de Veendam-barak, zou worden teruggeplaatst, is die dus in de brand gevlogen. Dat vond niet plaats. En daarna vond de wonderbaarlijke musealisering van de villa van de kampcommandant plaats, de commandantswoning. Ik ben zelf nog altijd enigszins verbaasd over de glazen vitrine die om het huis is gezet, maar het geeft wel aan hoe ingewikkeld, misschien ook een vorm van taboeïsering, die omgang met dat dadererfgoed is.
Want waarom nou een barak gewoon in de blote lucht plaatsen en die villa als het ware alle bescherming van de wereld bieden? Dat is toch een opvallende disbalans. En die onbalans is eigenlijk nooit van de plek meer verdwenen. Je zit er eigenlijk steeds mee te rommelen. Hoe je op de een of andere manier dat kamp, dat lege kampterrein, met nu dan weliswaar een langzamerhand teruggebrachte barak, met zoveel mogelijk teruggevonden stukken, met een paar wagons. Maar toch, het is een ingewikkeld statement wat hier gemaakt is. Hier zien we ook in het museum hoe de overblijfselen van de Veendam worden teruggebracht. Dat vind ik dan weer wel heel interessant, hoe dat tot een wand heeft geleid, die vind ik indrukwekkend is. Maar goed, daarmee wil ik eindigen. Dat is volgens mij het probleem waar we hiermee zitten. Hoe gaan we om met dit soort erfgoed? Wat doen we hier nu feitelijk? Er is wel eens een erfgoedtheoreticus geweest al in de jaren 60. Die heeft ooit een boek geschreven, Thompson, dat heette The Rubbish Theory. En het is wel iets, dat boek is trouwens samengebundeld later nog een keer, ik denk ja, ergens in de jaren 90 of zo nog een keer herverschenen. De Rubbish Theory ging er eigenlijk over dat erfgoed, dat weten we natuurlijk allemaal, het meest bedreigd wordt op het moment dat het als het ware in handen komt van de kinderen. De eerste generatie die wil al als het ware af van het erfgoed van de ouders. Heeft wel weer interesse in het erfgoed van de grootouders. En dat zien we eigenlijk nu ook gebeuren. Het erfgoed van al die plekken, inclusief het dadererfgoed, waar zo lastig mee is omgegaan, waar iedereen van af wilde, als het ware, direct na de oorlog, dat is vandaag de dag ontzettend beschermd. En we willen er van alles aan doen om het in stand te houden. Maar ja, hoe doen we dat? Welke taal, welke narratieven, welke methodes, welke vormen zijn er? Ik moet zeggen, dat is iets waarvan ik dacht toen ik begon. Ik zei al in 2009 heb ik erover gepubliceerd. In 2010 werd ik hoogleraar en ik dacht, ja, dit wordt een van de eerste casussen waar ik me mee bezig ga houden. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is mij nooit echt gelukt op Westerbork. Hoewel ik een hele groep deskundigen en architecten om me heen had, die stonden te popelen om zich hier eens mee bezig te houden en prijsvragen uit te schrijven en studenten vanuit heel Europa bij te betrekken. Maar het is nooit gelukt om dat voor elkaar te krijgen, omdat er toch ook ja, iets merkwaardigs kleeft aan dit geheel. Het is wonderbaarlijk snel gemuseerd, maar het echte debat over hoe we dit nou moeten doen en waar het nu om gaat, welk verhaal het vertelt, want dat is eigenlijk waar het natuurlijk altijd om gaat met erfgoed, welk verhaal willen we nu met een object vertellen, dat moet eigenlijk nog steeds plaatsvinden. En dat, ja, met die open vraag, want ik heb er geen antwoord op, wil ik eindigen. En ik denk dat misschien iets is waar toehoorders misschien ook ideeën over hebben. Ik ben wat dat betreft eerlijk gezegd wel, ik kan veel vergelijken en ik kan veel bedenken en ik kan veel uitwerken, maar er zijn soms ook dingen waar je eigenlijk enigszins voor een raadsel staat. En dit is misschien wel het lastigste van alles. Wat doen we met dit type erfgoed op deze plek? Want het is natuurlijk erfgoed, je zou bijna kunnen zeggen, op de verkeerde plek. Hè? Op Westerbork is gemuseerd als slachtoffererfgoed en daar zit je met al dadererfgoed. En tegelijkertijd denk ik dat dat nou juist de uitdaging is, omdat die hele Tweede Wereldoorlog nooit had plaatsgevonden, de Holocaust was er niet geweest, wanneer er geen daders waren. En daderschap is, juist omdat het zo getaboeïseerd is, zo ongelooflijk slecht begrepen. En ik denk dat we daar toch veel meer achter moeten komen, omdat daders niet anders zijn dan wij. Dat is de fout die altijd maar weer opnieuw wordt gemaakt. Die daders, die plaatsen we buiten onszelf. En zelfs de Duitsers hebben dat op een fantastische manier gedaan, door het op een historisch gegeven te maken, waarvoor de Bondsrepubliek als het ware geen letterlijke continuïteit is. Die is als het ware opnieuw begonnen, stoende nul. En dat is het hele probleem. Net zo goed als dat je kunt zeggen, collaboratie. Maar misschien zelfs ook wel het redden, de jodenredders. Ook al die categorieën die we hebben bedacht, die zijn niet zo eenvoudig. Je weet nooit precies waarom mensen dingen gedaan hebben die ze gedaan hebben en hoe ze het gedaan hebben. En dat maakt het nog lastiger, omdat ook de ene dader, zoals we weten, veel harder is gestraft dan de andere. En met name, nou ja, ik denk maar aan de kampbewakers, de Demjanoeks, die we hebben tot op de dood aan toe vervolgd, om het maar zo te noemen. Maar we weten allemaal dat de echt grote daders zijn natuurlijk allemaal met een paar jaar van afgekomen. Zo niet, nooit bestraft. En dat is een van de raadsels waar we mee blijven zitten. En dat is wel een verhaal dat op deze plek, denk ik, ook verteld moet worden. Ja, hiermee wil ik eindigen. Ik hoop dat dit... niet alles oplost of verklaart, maar dat het juist enigszins aanzet tot denken en doordenken. En dat is eigenlijk, denk ik, waar we,
wat we eigenlijk ook willen met plekken als deze. Er is nooit natuurlijk een finaal antwoord. En misschien is dat nou net de dynamiek van herinnering die het ook steeds weer interessant maakt om terug te komen en iedere keer weer nieuwe tentoonstellingen te zien en te zien wat nieuwe generaties met die plek doen. En ik moet zeggen, dat is een van de dingen die ik het meest bijzonder ook vind aan Westerbork, maar ook aan Bergen-Belsen en ook aan al die andere plekken. Hoeveel steeds weer opnieuw, en Tessa, jij bent daar zelf volgens mij ook een voorbeeld van als ik denk aan Bergen-Belsen, maar nu Westerbork. Je bent daar natuurlijk ook als een afgestudeerde Holocaust and Genocide Studies student terechtgekomen op zo'n plek en stond ook voor de vraag wat je daar nou mee moest doen. En je ziet dan dat er heel veel steeds weer nieuwe generaties zijn die komen werken bij de herinneringscentra, nieuwe ideeën inbrengen. En tegenwoordig ook niet alleen historici, ook erfgoed en memory studies, maar ook kunst. Hè. Er zijn ook steeds meer mensen vanuit de kunsten die hiermee bezig zijn. Ik denk bijvoorbeeld zelf aan een project dat op dit moment draait, een beetje een voortvloeisel is van het soort onderzoeksprojecten waar ik mee bezig was in de tijd, Terrascapes, Campscapes, en daar kwam dan vervolgens via weer een andere weg Houses of Darkness uit voort, wat nu draait rond kunstenaars, waar ik zelf alleen maar als adviseur bij betrokken ben, maar wel erg geniet van wat er allemaal plaatsvindt. En een van de dingen die juist daar zo belangrijk zijn, is hoe ga je vanuit een, eigenlijk weer vanuit storytelling, maar dan vanuit een kunstzinnig perspectief, om met zoiets ongelooflijks omstreden als dadererfgoed. En een van de dingen die ik daar erg mooi aan vond en vind, is een videoproductie die nog maar een jaar bestaat, of korter nog, en die juist rond Westerbork draait. His Name is My Name, van Eline Jansma, een Noord-Hollandse naam, zou je kunnen zeggen. Een kleindochter van een foute burgemeester van Comanie. Ik woon zelf in Edam, dus ik ken die situatie ook. En die zelf in Amerika is terechtgekomen en eigenlijk bij toeval door Paradox is gevraagd, dat is de Nederlandse kunstenaars, film en fotografie en kunstorganisatie die hier betrokken is bij dit project, gevraagd is om mee te werken met haar Amerikaanse echtgenoot. En vervolgens tot de ontdekking kwam dat haar eigen grootvader een dader was geweest. En sterker nog, zich toen begon af te vragen waarom ze er totaal niets van wist, waarom haar familie dit al die tijd had verzwegen. En eigenlijk op dezelfde manier waarop bijvoorbeeld iemand als Daniel Mendelssohn in de Verenigde Staten helemaal is teruggereisd naar Oekraïne om in zijn geboorte, om in zijn families geboortedorp terug te vinden wat er nou nog resteerde van de Joodse gemeenschap die daar ooit was. He, zijn familie, zijn tak van de familie was als het ware net voor de oorlog naar Amerika geëmigreerd en had geen idee van wat er had afgespeeld in de oorlog en kwam daarna de oorlog pas achter, maar toen was het uiteraard onmogelijk om daar naartoe te gaan als deel van de Sovjet-Unie. En nu vind je dus heel veel van dit soort reizen plaats. Daniel Mendelssohn heeft er een enorm boek over geschreven, over die zoektocht. The Lost heet het, Six Million. Het gaat om 6 familieleden die terug proberen te keren naar dat verleden. Maar op dezelfde manier vind je dus vandaag de dag, en dat vind ik dus heel bijzonder, en eigenlijk voor mezelf het meest interessante, dat mensen proberen op die manier eindelijk ook dat verzwegen verleden van zeg maar de foute ouders en de foute grootouders terug te vinden. Ik vind dat is een van de meest bijzondere dingen vandaag de dag. Ik was ook met Job Cohen en met Marieke van Praag met de Stichting Herkenning kort geleden in gesprek. En ja, dan zie je dus dat hier heel veel, hier zit een soort verbinding die denk ik heel, heel opmerkelijk is. En dat zou dus ook volgens mij de opening kunnen zijn voor zoiets als die nog steeds vreemde villa van de kampcommandant, waar als je goed kijkt aan de achterkant eigenlijk een soort van theatertje is ingebouwd, bijna een performance. Je kan er op banken gaan zitten. En ja, als je dan kijkt naar zoiets als zo'n vorm van video storytelling, dan opeens vallen dingen samen. En dan realiseer je ook dat je eigenlijk, als je bij die villa bent, dat je kijkt met de ogen van de kampcommandant, in dit geval van Gemmiger, die daar op zijn balkon zat, op de eerste verdieping. En als het ware dag in dag uit keek over die enorme lange trein, die als een slurf dat kamp inreed en na een paar dagen weer verdween, week in week uit. Met die 1500 tot 2000 mensen die daar weer richting Auschwitz of Sobibor, of als ze geluk hadden,
misschien Bergen-Belsen of Theresienstadt verdwenen. En dat perpetrator's perspectief, die gaze, die blik van de dader, dat vind ik is het meest opmerkelijke van die villa van de kampcommandant. En dat zou volgens mij uitgebuit moeten worden. Dat is iets, dat vraagt dat huis om. Als je er nu naartoe loopt, nou ja, je ziet die mensen daar lopen, dan kijk je met verbazing naar dat huis. En dan denk je, wat is dit? Maar het verbindt zich niet. Je moet het op de een of andere manier weten te koppelen. Nou, daar zijn we al eens mee bezig een tijd lang om daar digitaal iets aan te gaan doen. Met een soort visualisering op een ingewikkelde manier, een point cloud productie. En zo proberen we op alle mogelijke manieren eigenlijk betekenis te geven. Maar ja, ik denk dat het laatste woord is er nog niet over gezegd. Maar dat is, wat mij persoonlijk betreft, is dat eigenlijk toch een van de nieuwe uitdagingen, zou je kunnen zeggen, om met dit ingewikkelde en lastige en nare verleden om te gaan. Zo, Rob, dat was een hele mooie slotzin, denk ik. Ja. Ja, ontzettend, ontzettend bedankt voor deze reis. Misschien ook wel een beetje door het thema daardenerfgoed. Niet alleen in Nederland, maar vooral ook in Europa. Wat denk ik, vooral als het om dit thema gaat en ook om het stukje, het politieke aspect, het gebruik van herinnering aan en daardenerfgoed binnen actuele conflicten en het steeds weer het opdoemen of opduiken van historische narratieven. En ik denk eigenlijk dat hetgene wat jij vanavond hebt gepresenteerd ook heel mooi aansluit of misschien wel een soort introductie ook biedt op het volgende college dat we gaan organiseren in april met Erik Somers, die je ook zelf al even aanhaalde. Ja. Met zijn publicatie De Oorlog in het Museum. Dus ik denk in die zin dat we een mooie doorzet daar ook voor hebben gemaakt. Ik wist het niet overigens, maar dat is inderdaad heel mooi. Nee, maar goed, dat past mooi, denk ik. En, ja. En als het gaat om het thema daardenerfgoed afsluiten, denk ik. Want tussendoor, er zijn geen vragen gekomen via de chat. Maar ik denk dat er, zoals je ook al zei, het is een thema waar denk ik meer vragen opduiken naarmate je ermee bezig bent. En dat het... Dat het gewoon erg complex is, maar dat misschien ook wel juist het mooie daaraan is. Zeg maar dat het niet het mooie daaraan is, maar dat het belangrijk blijft om ook die ambivalentie te laten zien. En ook te laten zien van het is niet zo zwart-wit. Het is niet zo makkelijk om te zeggen dat zijn de slechterik. En dat gewoon iets is wat ook steeds weer verandert naarmate de tijd vordert. Ik heb wel een vraag. Oh, er is een vraag. Helemaal goed. En het gaat hier precies over. Oké. Okay. Zwart-wit in plaats van grijs. Pas op. Wat vindt meneer Van der Laarzen daarvan? Zwart-wit in plaats van grijs? Of, ik heb niet helemaal begrepen. Iedereen roept dat er geen zwart-wit meer moet zijn, maar de vergrijzing dreigt. En het Verzetsmuseum is dat al helemaal aan de gang. Heeft u daar een idee over, een mening? Ja, natuurlijk heb ik daar een idee over. Dat is ongeveer het debat. Maar... Ja. Ik moet wel zeggen, het is wel een Nederlands debat, maar dat terzijde. Maar grijs, ik geloof niet in grijs. Mensen zijn niet grijs. Ik ben nogal bezig met daderschap. En ik liet het geloof ik ook net wel zien. De herinneringen van een van onze daders in een zondercommando. Dat noem ik niet grijs. Dat is vreugde halen uit verschrikkingen. Ik heb dat grijze nooit gezien, eerlijk gezegd. Maar ik snap wel een beetje de vraag. Dat gaat om iets anders. Dat gaat om het herdenken. Ik vind nee, dat de gaat kinderen om van geschiedschrijving. Waardoor achteraf mensen vergoelijk worden. Zoals in het Verzetsmuseum. Dat ze allemaal toch ook iets goeds hadden, de daders. En dan nou, ik ben nog kort geleden in het Verzetsmuseum geweest. Ik ben er niet helemaal over te spreken. Maar er wordt niet vergoeilijkt. Ik heb het wel in de krant gelezen. Maar dat vond ik nogal overtrokken. Maar goed, dat er is was dat... niet zo. Nee, gelukkig niet. De verhouding is daar helemaal zoek. Maar goed, ik zal, als u niet die discussie aan wil, u moet maar. Nou, het gaat niet om de discussie niet aan willen. Ik denk dat grijs is. Kijk, er zijn twee dingen. Er is een historisch daderschap. En er is het daderschap in de herdenking. En er is een daderschap in de musealisering. Dat zijn dus verschillende niveaus. En waar ik me aan irriteer, is dat in discussies die dingen door elkaar gegooid worden. Dan kom je natuurlijk nooit een stap verder. Dan blijf je hangen in het verleden. Maar kijk, het daderschap in het verleden, dat hoeven we niet te betwisten. Dat is verschrikkelijk. Maar het gaat natuurlijk om, hoe gaan we om met dat verleden? En je kan niet zeggen dat we in het grijze vlak... Nou ja, wat is het grijze vlak?
Als het gaat om de kinderen van foute ouders, dan heeft het natuurlijk niet, dat heeft natuurlijk geen enkele betekenis in de zin, daarmee vergoeilijk je natuurlijk niet het verleden van die ouders. Als Eline Jongsma het verleden van haar grootouders probeert te achterhalen, dan maakt ze zich juist kwaad en verwondert zich om het feit dat ze dan niet, dat verzwegen is. Ja, maar als dat verzwijgen natuurlijk doet het wel. Dus dat is één groot vergoelijking en wegmoffeling van alle daden die de daders hebben gedaan. Het is allemaal toeval. Het is allemaal zomaar een beetje verzetjes. Dus Willen inbreken. We zijn inmiddels ook al redelijk ver over de tijd heen. Ja. Ik snap inderdaad juist bij dit thema ook het een beetje het explosieve karakter, noem ik het even. En ook de verschillende kanten die er in het debat natuurlijk zijn en waar ook zeker over getwist kan worden. Maar ik denk dat het misschien daar op dit moment en op deze plek de ruimte niet is. Maar dat is een debat wat zeker ook in Westerbork denk ik gevoerd wordt. Ook met het oog op vernieuwing en uitbreiding en... dat wil ik er nog wel even bij zeggen, want ik wil het niet, ik wil het niet volledig in de kiem smoren wat hier gebeurt, want daar gaat het ook juist om die complexiteit. Maar ook even met een blik op de tijd, voor nu het hier even bij laten. Het is heel goed inderdaad als Westerbork daar ook aandacht aan besteedt. Zeker, ja. Tuurlijk, ja. Helemaal goed. Bedankt voor de bijdrage in ieder geval. Fijn en... Ja, zoals ik al zei, het volgende college vindt plaats op met Erik Somers tussen de oorlog in het museum op 18 april zal dat zijn. Rob, jij nogmaals heel erg bedankt voor je bijdrage van vanavond. En zoals ik al in het begin zei, het college is ook nog achteraf te bekijken. Dus als je tussendoor even de aandacht kwijt was, dan kan je ook nog even terugkijken. En dat was het voor nu. Hele fijne avond. Ja, Tessa, hartstikke bedankt. En tot ziens. Graag gedaan. En nou, wie weet is het een consistent geheel geworden. Dat is altijd weer de vraag. Ja. Maar het zal zeker... Kijk, nogmaals, even voor het debat. Dit leidt altijd tot debat. De oorlog is debat. Ja, natuurlijk. Dus daar hoeven we helemaal niet omheen te gaan. Daar moeten we juist gewoon open in zijn. En ik zal de laatste zijn die iets verzwijgt of wegmoffelt. Ik vind het debat juist goed. En ik denk dat we daar allemaal wijzer van worden. En laten we dat ook vooral zoveel mogelijk doen.